Na het vertrek van GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik moet er niet alleen een frisse wind door de Groene Partij, maar ook door heel Nederland. En wie gaat daarvoor zorgen? Jesse Klaver. De politieke hoogvlieger die vanaf vandaag in zijn eentje heel Nederland gaat veranderen. Ik ben groen, groen, hartstikke groen. Nou, meneer van Ooyik, wat gaat u nou doen? Dat weet ik. Nu ga ik even iets drinken. U heeft in ieder geval straks tijd genoeg. Nou ja, ik zei al, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een terugkeergarantie heb, zoals dat heet, bij mijn vorige baan, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus u gaat niet zoals Tovik die de rest van zijn leven op het naakstrand zitten? Nou, ik weet niet of Tovik de rest van zijn leven, die werkt volgens mij heel hard. Ja. Ik heb een pas, ja zeker. U bent straks het nieuwe Kamerlid voor GroenLinks en kunt u dienen onder de snotneus? Daar kunnen mensen hun baan op verliezen, op die uitspraken, hè? Ja, maar ja, goed. Niet, maar anderen nee. Wel. Nee, blijf gewoon een snotneus voor ons. Nou, een snotneus is je toch gelukt, hè? ja, dank. Ja. 2 jaar geleden was je ook al gevraagd. Toen zei ik ben er nog niet klaar voor. En waarom is Jesse Klaver met 29 jaar en geen enkele ervaring in het bedrijfsleven er nu wel klaar voor? Ik denk dat het pre is dat je geen ervaring hebt in het bedrijfsleven zelf. Nou, denkt u dat echt? Ja, dat denk ik echt. Bent u wereldvreemd genoeg om in deze nieuwe meisjesclub te kunnen dienen? Ik ben zeer niet wereldvreemd. En dan zit u bij de verkeerde partij. Precies waarom ik bij GroenLinks zit. En waarin komt dan die scherpte die u niet eerder zag? Dat gaat u zien. Dat weet u nog niet. Nee, ik weet eigenlijk niks van. Nee, daarom zit je ook bij GroenLinks, hè, vriend? Dat wist je eigenlijk al, ja, precies. Succes met de nieuwe job. En ik heb hartstikke veel zin om je vaak te interviewen. Ja, daar was ik al bang voor. Nou, jongens, dit is Jesse Klaver. Die is 29 jaar. Volgens mij moet je op die leeftijd bij de GGD zitten om te kijken of je SOA's hebt elke week. Ja. En dan hopen dat het geen HIV is. 29 jaar, hij heeft 4 zetels in de Kamer en zegt Nederland te gaan veranderen. Nou, ja. Ambitie kan hem niet worden ontzegd. Nee. Maar ik heb regelmatig met Jesse Klaver de degens gekruist. Het is absoluut geen partij. GroenLinks is een eurofiele partij die ons rechtstreeks in handen van Brussel drijft. Het is dé partij van de wachtgeldtrekkers. En de banencarousel is zo'n beetje door GroenLinks uitgevonden. En ik wil ook tegen iedereen zeggen die in de toekomst GroenLinks gaat stemmen, doe dat niet. Stem gewoon keurig op de Partij voor de Dieren. Nou, tot zover deze propaganda voor Marianne Thieme. Nee, maar dit is natuurlijk ook de partij van de terrasverwarmers. Je moet opeens zittend plassen. Je mag geen open haard meer hebben. Zoeken, je mag geen zoeken. Vuurwerk meer afsteken. Nou ja, in die zin zijn ze in Nederland wel aan het veranderen. In die zin zijn ze in Nederland wel aan het veranderen. Het vuurwerk ben ik het wel mee eens. Maar denk nou, daar zijn we het allemaal geloof ik. Ja, vuurwerk ben ik het zeker mee eens. Even anders zeggen, jongen. Haat vuurwerk. Ja, dacht ik. Jesse, deze jongen is kind van een Marokkaanse vader. Heeft een Indische, niet heel geprivilegeerde achtergrond. Ja, und? Ja, hij gaat nu naar dubbele paspoort. Ik vind het top. Jerry, wat maakt dat nou uit? Nee, ik vind het top dat hij dit bereikt. Oh, hij heeft een Marokkaanse. Hans Wiegel was ook op deze leeftijd de partijleider van de VVD. Jerry. Jonge mensen kunnen. Dit is toch hartstikke leuk? Jerry, hij heeft een Marokkaanse. Zeg, hij heeft een Marokkaanse oma en een Indische vader. Nee, en daarom is dat allemaal knap opeens. Nee. Dat is niet de enige de reden, maar hij is wel een voorbeeld van iemand die niet uit een heel erg gefortuneerde, geprivilegeerde achtergrond komt. En die gewoon wel... En noem jij zijn laatste wapenfeit is. Gewoon 3 wapenfeiten van Jesse Klaver. Nou, 1. 1 is ook goed. Nou ja, noemen ze het laatste wapenfeit van wie dan ook. Het gaat hier over Jesse Klaver. Nee, maar oké. Maar, heb je die of niet? Paraat? Ik vind dat hij een... Heb je hem paraat? Ja. Ik vind dat hij op een hele goede manier... Nee, heb je zo'n laatste wapenfeit paraat? Ja, wapenfeit is dat hij heel goed overkomt op televisie. Wat een wapenfeit. Dankjewel, wat is anders een politicus? Wat moet een politicus anders doen? Nou, iets bereiken. Gewoon iets met inhoud. Nou, je beleid hebben. Oh ja, Mark Rutte. Wat is zijn inhoud? Waar Dominique Wezi op stemt. Oké, over inhoud gesproken. Ook Martin Bosma heeft... Jouw grote vriend, volgens mij. Die heeft deze week kamervragen wilde die gaan stellen... omdat er een KRO-presentator... Ashuet heet die, geloof ik. En die had Alou Akbar in de achtbaan geroepen. Laten we dat fragment even naar kijken. Heftig hoor. En is dat dan inhoud, Thierry, dat je dan hier over kamervragen wil gaan stellen?
Nou ja, zeg maar. Het, nou, kijk, het, wat me ontroerde in deze actie van Martin Bosma, dat is dat het natuurlijk... Kijk, dit is natuurlijk wat je krijgt op het moment dat je dus islamisering van de samenleving... Hè, dat is gewoon dit. Dit is dus wat je... Dus Allahu Akbar en andere dingen, dat gaan we allemaal krijgen. En dat is een gegeven. Ja, maar deze man draait toch door? Nou, ja. Draait door. Ja, maar even serieus, Jerry, als jij erin had gezeten en dan had jij waarschijnlijk Jezus Christus geroepen. Ja. Dan slaat niemand erop aan. Ik bedoel, nee, okay, ik aan de andere kant, je zou er maar in zitten. Ik bedoel, ik ga nu even proberen in jouw hoofd te zitten. En dan zit er iemand Allahu Akbar, dan scheid jij zeven kleuren stront waarschijnlijk. Dan denk je, die gordel die gaat dan, niet af. Dan denk ik, hebben we weer zo'n executie in de kerkstraat pakken. Wat vind jij van Martin Bosma? Ja, hoe bedoel je? Wat vind je dat voor een mens? Ja, hij is groot fan. Vind je dat een verrijking? Dat is bekend. Ben je een fan van Martin Bosma? Ik vind het een interessante denker en interessante politicus. Je weet dat hij voor me gewerkt heeft, hè? Ja, hij heeft voor je gewerkt, ja. In de tijd dat hij multiculturalist was. En ik had een radiostation opgericht, dat was een multicultureel radiostation. Kunnen we dat laten zien, dat fragment? Nee, dat kunnen we denk ik niet. En Martin Bosma, die was daar directeur van. En zo wilden we de multiculturele samenleving helpen. Daar was hij een groot voorstander van. Ja, hij is tot het volgende wat ik las van hem, is dat hij bij de PVV zat. Ja, hij is van inzicht veranderd, denk ik, omdat hij in eerste instantie... Het heet inzicht vandaag de dag. Erik, jij hebt ons deze week gebeld en jij was een beetje gepikeerd. Ja. Dat ging over een fragment wat wij hadden in de vorige uitzending. Ja, kijk, weet je, er wordt mij gevraagd om filmpjes te becommentariëren. Ja. En er was een filmpje van een aantal mensen die zich omdraaiden bij het Volkslied. Dat vond ik niet oké, trouwens. Maar het was... Nee, want het ging even voor de duidelijkheid, het ging om de dodenherdenking op de Dam op 4 mei, hè? Ja, ja. En toen heb ik... En toen was het filmpje, liep het Volkslied nog en liepen die jongens weg. Laten we even kijken tegelijkertijd. Ja, hier zien we dat deze mensen draaien zich om tijdens het Volkslied. Hebben tijdens de dodenherdenking wel keurig netjes stilgestaan. Tijdens het Volkslied draaien ze zich om. En wat wij in de uitzending hebben laten zien is dat ze weglopen tijdens het Volkslied. Maar ik ga altijd een beetje staan bij het Volkslied. Nee, maar wacht even. Dus wij hebben laten zien. Wij hebben laten zien die dat weglopen, ze wegliepen tijdens het Volkslied. Terwijl dat achteraf dat ze pas wegliepen. Ja, er was een foutje gemaakt, we waren aan het repeteren. Toen werd er gevraagd van jongens, we willen wat beter in beeld hebben dat die jongens ook zich daadwerkelijk omdraaien en weglopen. Daar is toen een communicatiefoutje geweest, waardoor er lijkt dat die jongens weg zouden zijn gelopen in het Volkslied. Dat is niet gebeurd. Nee. Blijft wel een feit dat ze juist de dodenherdenking aangrijpen om Zwarte Piet weer eens een keer te herdenken. Dat weet ik, maar wij bij Pounds hebben een verantwoordelijke redactie. De redactie heeft een fout gemaakt. Juist. Ja. En dus zeggen dat wij staat wel. Onze ja, maar nederige excuses. Nou, nederige excuses. Zullen we ook nog even het slavenverleden erbij halen? Daar dan ook ja, maar weet je wat ik... Erik, daar wil ik ook even iets over zeggen. Want het is wel, dat hoor je natuurlijk 100 keer per dag, jullie monteren. En het is televisie. En ik geef het je te doen om de snelheid in de montage te brengen bij Surinamers. Heb ik. Dan moet je lang wachten hoor. Dus dat is even doorknippen. Maar wat is hier nou eigenlijk het probleem? Het probleem is dat ik een filmpje moet becommentariëren wat anders is. Ja? En dat is een probleem. Ja. Dat heb ik met de redactie. Ik stel voor volgende onderwerp. Dominique heeft het bij deze gezegd. En, goed zo.